in de hele wereld, in alle tijden en in alle culturen is de verhouding tussen mens en dier een thema. En dat vinden wij als museum interessant. Want wij zijn op zoek naar die dingen die ons als mensen in de wereld met elkaar verbinden. Vandaar dat het passend is voor een museum voor wereldculturen om een tentoonstelling te houden over de verhouding tussen mens en dier. Kinderen zijn enthousiast, ze stuiteren en ze maken heel veel lawaai, dus dat is goed. Zo'n dondervogel gezien. Toejo is een draak die op verhalenjacht gaat. Die jullie meeneemt door het museum en gaat zoeken naar wijze verhalen. Nou, ik zou zeggen, ga met hem mee op reis. Dan weet je niet wat je meemaakt. En toen had ik een soort filmpje, er stond erop dat je gewoon zelf op een draak zit. Grrr is echt een familietentoonstelling met objecten, voorwerpen, tekeningen en prenten die zowel voor kinderen interessant en leuk en spannend zijn, als voor hun ouders of grootouders. En dat vinden we ook altijd heel leuk in een tentoonstelling bij ons, als mensen echt met elkaar zo'n tentoonstelling beleven en daar een hele leuke tijd uit hebben. Er zijn ook allerlei interactieve dingen te doen. Er is een puzzelroute voor kinderen. Het is ook een beetje spannend gemaakt her en der. Dus voor elk wat wils.